Hallo, wist je dat de Koninklijke Tuinen een verzameling zijn van wel 9 parken die door koning Leopold II werden aangekocht? Hij wilde er een grote tuin van maken rond zijn verblijf. En wist je dat bijna 1000 vierkante meter van de serres van Stuivenberg recent werden gerestaureerd? Ik ben Judith Verbist en welkom bij deze nieuwe podcast van Leefmilieu Brussel. We spreken vandaag met onze collega's Davy en Arnoud. Zij zullen ons wat meer vertellen over de recente renovatie van het Sobieski-park en de koninklijke parken waar het deel van uitmaakt. Veel luisterplezier. Hallo, dag Davy en Arnoud. Ik stel voor dat jullie jezelf even kort voorstellen. Wat doen jullie bij Leefmilieu Brussel en waar houden jullie je dagelijks mee bezig, Davy? Hallo, ik ben Davy, landschaparchitect en parkbeheerder in de Zeune-West van de afdeling Groene Ruimte. Dus Zeune-West is voor mij de gemeente Koekelberg tot de gemeente Laken. En daarbij zijn de belangrijkste parken het Elisabethpark en Lakenpark. En uiteindelijk ook wel de mooie koninklijke tuinen. Ik ben werkzaam sinds 2018 bij Leefmilieu Brussel. En ik beheer en onderhoud die verschillende parken met onze verschillende medewerkers. Hierbij worden de grootste delen van deze parken door externe bedrijven onderhouden, met toezicht van onze controleurs der werken. En dan zijn er ook onze koninklijke parken en tuinen die door onze eigen tuinmannen en sectorhoofden worden beheerd. Oké, dank u wel. Interessant. En Arnoud, vertel jij eens wat meer over jezelf. Hallo, ik ben Arnoud. Ik werk bij Leefmilieu Brussel sinds een 15-tal jaar. Ik werk daar in het departement water en meer bepaald in de dienst hydrografisch netwerk. Dus samen met een 8-tal andere collega's zijn wij verantwoordelijk voor het beheer van de waterlopen en de vijvers. En daarnaast doen wij ook kleine tot zeer grote inrichtingsprojecten. En heb je voorbeelden van enkele concrete projecten waar je momenteel mee bezig bent? Dus recent hebben wij de Zenne opgelegd in Haren. Momenteel zijn we ook bezig te kijken of wij een zwemvijver kunnen aanleggen in Anderlecht. Oh, leuk. En daarnaast het Sobieski-park, helemaal erin gericht werd. Ja, interessant. Leuk om te weten dat er misschien binnenkort een zwemvijver in Brussel komt. Davy, het Sobieski-park werd recent gerenoveerd. Het is slechts één van de vele koninklijke tuinen. Kan jij de koninklijke parken en hun geschiedenis even kort beschrijven? Of misschien enkele highlights? Welke parken zijn het belangrijkste, vind jij, of de mooiste? Er valt inderdaad wat te zeggen over die koninklijke parken. In feite zijn het allemaal wat kleine eigendommen die rond het koninklijke domein van Laken liggen. Die daarom ook zo noemen, koninklijke parken. En de belangrijkste daarin zijn de koloniale tuin, Sobieski Park, de tuinen van de bloemenist, 29e juli square, het Chinees paviljoen en de Japanse toren. Dat zijn echt wel de verschillende koninklijke parken die we hebben. Het zijn allemaal parken die uiteindelijk rondom het koninklijke domein liggen en oorspronkelijk ook eigendom waren van onze koninklijke familie. En de koninklijke familie, over welke eeuw spreken we dan juist? Over welke tijdsperiode? We spreken dan over eind 19, begin 20e eeuw. Dat is dan de periode van Leopold II. En klopt het dat Leopold II daar één grote tuin van wou maken, van al die verschillende parken? Hij wou er inderdaad één grote tuin van maken, maar wel met verschillende functies. Bijvoorbeeld het Sobieski-park was oorspronkelijk als hoofddoel, als functie, de boomgaard, de koninklijke boomgaard. Koloniale tuin is waar dat de koning verschillende planten kon verzamelen van zijn verschillende kolonies. En dan hebben we ook nog de serres van Stuivenberg, die echt wel als groenteteelt en fruitbomen en andere lokale groenten worden gekweekt. Ja, en als ik het goed begrijp, zijn de parken momenteel toegankelijk voor iedereen. Wanneer is dat juist begonnen, dat mensen gewoon gebruik konden maken van die parken en daar de mooie natuur konden bewonderen? Ja, dat is inderdaad wel in verschillende fases gebeurd. Sinds 1975 heeft ons de koninklijke schenking deze parken in beheer geschonken. Dus stapsgewijs hebben we al die parken toegankelijk kunnen maken aan het grote publiek.
Ja, en Arnoud, valt er iets te zeggen eventueel over water in die parken? Is er water aanwezig? Zijn er recent veranderingen aangebracht in die parken? Valt daar iets over te zeggen? Ja, natuurlijk. Water is heel belangrijk in de parken. Het is de bron van alle leven eigenlijk. Ja, de parken zijn eigenlijk historisch gezien ontstaan door overstromingsgebieden die behouden bleven. En daardoor hebben de parken een heel belangrijke functie om dus te strijden tegen overstromingen bijvoorbeeld, door het water vast te houden waar dat het valt, ja, voordat het in de rioleringen komt. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk het effect van een spons, zou je kunnen zeggen. Ja, inderdaad. Ja, ja. Dus die parken zuigen het water op en die zorgen ervoor dat er geen overstromingen zijn. Ja, en dan wordt het water traag terug vrijgegeven aan de beken of aan de vijvers. Ja, ja. Oké. Dus ook een vorm van recycleren van water eigenlijk. Inderdaad, ja. Mm-hmm. En ook het aanvullen van de grondwaterstand. Wat heel belangrijk is tegenwoordig met de droogteproblematiek. Omwille van de klimaatopwarming is het heel belangrijk om zoveel mogelijk de grondwaterstand op peil te houden. Ja, oké. Okay. Dus de parken zijn niet alleen een pareltje voor de bezoeker, maar hebben ook een belangrijke rol op het vlak van de stad beschermen voor overstromingen en voor waterbeheer. Een andere vraag over beheer. Hoe worden die koninklijke parken beheerd, Davy? Die worden ecologisch beheerd. Dus Leefmilieu Brussel gebruikt sinds de jaren 90 geen pesticiden meer. En nu, dat dit ecologisch beheer, hoe wordt dat gedaan? In feite is dat gewoon in het beheer het algemeen uitwerken en onderhouden van ons groenelementen. Dus een concreet voorbeeld is eventueel het grasmaaien. Hè. Het grasmaaien waar dat we vroeger wekelijks het gras maaiden, laten we nu het gras groeien tot ongeveer 2 à 3 weken, wegens alles hangt af van de weersomstandigheden natuurlijk. Mm-hmm. We laten ook meer en meer hooizones staan in onze parken. We maken takkenrails. Takkenrails, dat zijn wandjes die gemaakt worden met het haksel uit en verschillende takken van die we snoeien aan de beplantingen en die we allemaal in een hoop, een mooi gestructureerde element plaatsen in onze parken. Dus dat zijn allemaal verschillende aspecten en elementen die ons aan toebrengen dat we echt wel naar een ecologisch beheer gaan. Mm-hmm. Oké. Okay. En waarom werd het Sobieski-park gerenoveerd? Waren er bepaalde problemen die moesten worden aangepakt in die parken? We zaten natuurlijk met een verouderde infrastructuur. De wegen was in een slechte staat. En we hebben natuurlijk, eerlijk gezegd, ook van geprofiteerd dat departement Water een project had aan de vijver. Dus 2 vliegen in een klap. En we hebben dan een mooie samenwerking kunnen maken. En geprofiteerd om de paden dan opnieuw een nieuwe jeugd aan te brengen. Ja, en je spreekt van een project van Water, Arnoud. Welk project was dat dan juist? Ja, voor ons was de aanleiding eigenlijk dat de buis tussen het Koloniaal Park en het Sobieski Park in slechte staat was. Dus door de jaren komen daar verzakkingen in die buizen, komen er wortels in. En daardoor werd de waterdoorstroming eigenlijk beperkt. Mm-hmm. Dus aangezien dat we voor die vervanging van die buis toch belangrijke werken moesten doen, hebben we er ook van geprofiteerd om dus de vijver te ruimen van slip. Want na verloop van tijd met de bladval komt die vijver helemaal vol slip, wat dan heel slecht is voor de waterkwaliteit. Dus, en daarnaast hebben we ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de oevers aan één kant van de vijver flauw te maken. Dus zodanig dat de dieren, de fauna, gemakkelijker kunnen uit het water geraken. Ja. En ook zodat de vegetatie kan hernemen eigenlijk. Dus het flauwmaken van die randen is belangrijk voor de vegetatie en voor de dieren. Ja. En in welk opzicht is dat dan zinnig voor de planten?
Dat is heel goed voor de waterkwaliteit, zodanig dat de planten dus hun rol kunnen spelen van natuurlijke waterzuiveraar. Ja, een beetje zoals een zwemvijver, ja, een ecologische zwemvijver. Inderdaad. Okay. En dat voorkomt dat er in de zomer problemen zich voordoen met blauwalgen bijvoorbeeld, die dan zorgen dat de eenden ziek worden, dat heel het systeem eigenlijk overhoop geraakt. Heel het systeem verstoord geraakt. Mm-hmm. Inderdaad, oké, interessant. Wat was de grootste uitdaging bij het renoveren van de Serres Davy? Van de Serres van Stuivenberg is het effectief het oud aspect met het nieuw gebruik te kunnen combineren. We zitten daar met een zeer mooi architecturaal patrimonium die we hebben moeten en kunnen herstellen. We moeten weten dat de sites van de Serres van Stuivenberg niet geclasseerd zijn. Dus we hebben ons wel kunnen permitteren om een beetje uit het kader te gaan, wil ik zo zeggen. Dus met dan het herstellen en renoveren van een deel van de bestaande serres, maar ook een nieuwe architectureel structuur van serres te kunnen tonen aan het publiek algemeen. Dus dat was een beetje de uitdaging. Ja, de uitdaging om zowel de oude als de nieuwe elementen tot één inderdaad eindresultaat te brengen. We hebben het al gehad over regenwater, maar hoe wordt het regenwater specifiek beheerd en welke rol speelt het regenwaterbeheer bij het behoud van de koninklijke tuinen, Arnoud? Ja, dus in dit project hebben we, en dat doen we nu meer en meer voor alle projecten, proberen we het water vast te houden, dus in het park langs de paden, dus via greppels die opgevuld worden met grind, maken we infiltratieputten waar langs het water kan infiltreren. En dat was belangrijk in het Sobieski-park ook, omdat het water van de Heizelbeek, die uit het koloniaal park komt, die gaat via de Sobieski-vijver naar de Clementine-vijver. En daar op het einde gaat hij naar de riolering. Dus om zoveel mogelijk water vast te houden, was het belangrijk om al het regenwater in het Sobieski-park te houden. Ja, en dat is momenteel allemaal al uitgevoerd. Die projecten kan je zien als je naar het park gaat. Of is dat iets dat niet te zien valt met het blote oog? Ja, van de regengeulen ga je in de kasseien zien dat die naar het gazon langs de paden wordt geleid. Maar van de infiltratiebekkens ga je weinig zien eigenlijk. Mm-hmm. Die zitten ondergronds. Ja. Dus dat is een project dat reeds werd uitgevoerd in het park. Maar zijn er eventueel ook toekomstprojecten? Ja, de bedoeling is eigenlijk om de Molenbeek, die in de buurt stroomt, terug te herstellen. Nu, op het einde van het Koning Boudewijnpark, gaat die terug in de riolering. En de bedoeling is om die terug te verbinden met het kanaal of met de Zenne. Zoals vroeger het geval was. Toen stroomde die langs de vijvers van het koninklijk domein naar het kanaal. Mm-hmm. En nu op een termijn van 5 à 10 jaar gaan we proberen om die verbinding terug te herstellen. Ja, dus dat is wel een project van lange adem, zou je kunnen zeggen. Ja, inderdaad. Mm-hmm. Oké. En hoeveel regenwater kan er worden opgeslagen in de regenputten van het park? Ja, dus er waren twee grote regentanks onder de serres van ongeveer 500 kuub. Dus, 500 maal 1000 liter is dat eigenlijk. Dus, en dus daar, die werden helemaal hersteld. En bovendien werd er nog een stookkelder die gebruikt werd om sinaasappelbomen te kweken eigenlijk. Die werd omgevormd tot een bijkomend reservoir van 300 kuub. Dus in totaal hebben we een 800-tal kuub, wat dus een derde meer is dan origineel voorzien. Ja. En wat wordt er dan juist gedaan met dat water? Want dat wordt opgeslagen. Heeft dat dan een doel? Ja, inderdaad. Het meeste van dat water wordt gewoon herbruikt
in de tuinen. Voor het begieten van de beplanting tijdens de droogteperiodes. Je moet ook wel weten dat we helemaal autonoom zijn op dat gebied, dat we geen drinkwater gebruiken voor de planten te besproeien. Dus het is allemaal water die gerecupereerd werd door het aanbrengen van deze nieuwe componenten, elementen, citernes, waar dat het water wordt ingerecupereerd. Ja, dus dat is een vorm van ecologisch beheer ook? Inderdaad, dat hoort erbij. Oké. En hoeveel tijd nam het renovatieproject in beslag en hoeveel geld werd er besteed aan de renovatie van de serres en het park, Davy? We hebben dit kunnen doen op een periode van 29 maanden en er werd een budget van 5 miljoen euro aangespendeerd. 5 miljoen euro. Dat lijkt veel geld. Dat lijkt inderdaad veel geld en dat is ook veel geld. Maar we moeten wel weten dat er specifieke technieken werden gebruikt. Specifiek vakmanschap die die technieken kan laten uitwerken. En ook nobele materialen zoals metaal, hout, kassein enzovoort. Dus dit kost natuurlijk wel allemaal veel geld. Natuurlijk ook niet veel geluk gehad, want de werf is juist na de coronaperiode uitgevoerd geweest. Dus ja, er waren daar echt wel aan materiaalprijzen die niet meer normaal waren. En dat heeft het ook allemaal, heeft natuurlijk ook allemaal meegespeeld. Mm-hmm, ja. En ik zei, ja, of jij zei net dat het 29 maanden heeft geduurd. Arnoud, is dat dan in één keer uitgevoerd? Of hoe gaat dat dan zoiets? Nee, de werf werd eigenlijk in verschillende fases uitgevoerd. Ten eerste was er het herstel van de serres. Ten tweede waren de verbinding van de koloniale vijver met de Sobieski-vijver. Ten derde was er de herinrichting van de vijver. En uiteindelijk werd alle paden vervangen. Die waren oorspronkelijk in Victoria-kasseien. En die werden nu door Grij-kasseien vervangen. Mm-hmm, ja. En was er een reden waarvoor dat in verschillende fases is gelopen? Ja, dat was om zoveel mogelijk de impact voor de bezoekers te beperken, eigenlijk, zodat zij toch nog konden blijven genieten van de parken. Mm-hmm. Als ik het juist heb, dan is nu alles open en toegankelijk voor iedereen. Inderdaad, klopt. Ja. Alles is open, alles is te bewonderen. Fijn, zeker eens naartoe gaan is de boodschap voor de luisteraar. En oké, het is een leuk park. Je kan er natuurlijk gaan rondwandelen. Zijn er nog andere activiteiten, Davy, die daar plaatsvinden in het park, in het Sobieski Park? Sobieski Park en algemene parken. Het bewonderen van al dat moois is al effectief wel een zeer mooie bezigheid. Hè. Er komen ook wel veel trouwers in de tuinen van de Bloemenlist en Sobieski Park. En nu ook vooral de serres van de Stuivenberg, die recent werden vernieuwd, om foto's te nemen. Maar ja, dat is. We hebben hier soms ook wel wat overlast mee, maar zwart. Dat hoort er gewoon bij, zullen we zeggen, met het gebruik van een algemeen openbaar park. Mm-hmm. En daar staan serres, heb ik gehoord in het interview. Zijn die serres momenteel in gebruik? Die zijn nog niet in gebruik. Dus er is een kandidatuur opengesteld voor een gebruikname van deze serre. Leefmilieu Brussel denkt echter om meer lokale groenteteelt enzovoort te kunnen inbrengen. Dus wel een leuk initiatief en een mooi project dat zich daar zal kunnen investigen. Mm-hmm, ja, leuk. En ik denk, als ik weet niet, kunnen de mensen nog deelnemen aan deze oproep? Of, De kandidatuur is bijna afgesloten. Dus we hebben de eerste kandidaat vandaag nog ontmoet. Dus hopelijk begin van 2024 zullen we wel de geschikte kandidaat hebben gevonden. En de eerste groentjes en fruit zullen waarschijnlijk wel dan in de loop van 2024 kunnen verkocht worden op de site van Stuivenberg. Fijn, ik ben benieuwd. We hadden het daar juist ook over leven en water en dat water de bron is van alle leven, Arnoud. Welk leven kunnen we zien in die parken, in die koninklijke tuinen? Zijn er bepaalde diersoorten die we daar tegen kunnen komen of kunnen gaan bewonderen? Ja, dus de parken doen functie als ecologische corridor. En naast de algemene watervogels, zoals de waterhoen, de meerkoet, de eendjes, hebben we ook de vos die langskomt en de buizerd die overvliegt.
En we zien ook in de vijvers dat de amfibieën terug tot leven komen. Dus we zien kikkers en paden. Dus de natuur herstelt zich heel snel. En door de ecologisch beheer die we toepassen, brengt dat natuurlijk ook meer fauna en flora aan ons parken toe. Mm-hmm. Veel diversiteit. Ja, superfijn. Stel nu dat we kijken naar de toekomst. Hebben jullie dan, DVN Arnoud, een wens? Een bepaald iets waar jullie aan denken? Van dat zou leuk zijn, moest dat in de toekomst nog plaatsvinden in het park? Davy? Maar algemeen hè, denk ik dat mijn voornaamste wens is dat de mensen meer respect tonen van hun omgeving. We hebben in Brussel veel geluk dat we mooie, zeer groene ruimtes hebben met veel diversiteit. En laten we dus respect tonen voor die natuur. Laten we ons afval gewoon meenemen, sorteren, op de paden blijven, onze honden aan de leiband houden. Dus dat zijn allemaal belangrijke aspecten die het omdoen uiteindelijk. Mm-hmm. En ook algemeen respect tonen voor ons tuinman, ons parkwachters. Uiteindelijk, die dagelijks al het nodige doen om deze groene ruimtes in stand te houden en ze klaar te stomen ook voor de nabije toekomst die ons te wachten staat. Mm-hmm. Ja, de nabije toekomst die ons te wachten staat. Waar denk je dan aan? Klimaatverandering natuurlijk. Ja. Zich gewoon aanpassen. Mm-hmm. We wensen allemaal meer toegang te krijgen aan deze groene ruimte, maar laten we daar dan ook wel respect voor tonen. Dat is belangrijk. Vind ik een mooie wens. Ik hoop en ik duim ervoor dat dit uitkomt, dat deze wens van jou uitkomt. Arnoud, heb jij ook nog een wens? Ja, op het gebied van water is natuurlijk belangrijk dat de waterkwaliteit behouden blijft en goed blijft. Dus een oproep aan de bezoekers is misschien om de eendjes niet te voederen en de vogels, zodat het overtollige brood bijvoorbeeld niet in het water terechtkomt en dan gaat rotten met gevolg van algengroei en slechte kwaliteit. Ja, want dat brood heeft dus niet alleen een impact op de eenden, maar eigenlijk ook om de hele, het hele habitat er rond. Ja, ja, dus het zorgt dat er te weinig zuurstof in het water komt. En daardoor gaan de algen sterk groeien en krijg je natuurlijk problemen met ziektes zoals blauwalgen enzovoort. Ja, dus het verstoort eigenlijk het evenwicht, het natuurlijke evenwicht van de vijver. Ja. Mm-hmm. Mooie wensen, ik duim. Bedankt om te luisteren naar deze podcast van Leefmilieu Brussel over de Koninklijke Parken en de renovatie van het Sobieski Park. Aarzel niet om onze website gardens.brussels te bezoeken als je meer wil weten over parken en bossen in Brussel. Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van milieunieuws in Brussel en onze toekomstige podcasts. Tot snel, dit was Judith Verbist voor Leefmilieu Brussel. Bedankt voor het luisteren.